heb zojuist het condoliancenregister getekend wat we bij de gemeente Oldebroek hebben geopend. Bedoeld voor steunbetuiging aan slachtoffers en nabestaanden van de aanslag in Parijs. We zijn allemaal heel erg geschokt door de vreselijke aanslag die in Parijs gisteravond heeft plaatsgevonden. Het is een ongekende wreedheid wat zich daar geopenbaard heeft. Een gevolg van volledig ontspoord fanatisme en extremisme, waar helaas onze wereld steeds meer aan opengesteld wordt. En ik zou willen zeggen, de slachtoffers die verdienen het dat wij met elkaar pal staan voor de vrijheid en voor het onderling respect. Dat we ons niet laten overwinnen door het kwaad, maar dat we ervoor blijven gaan om het kwaad te overwinnen door het goede. En om dat met elkaar te tonen, is het ongelooflijk belangrijk dat we met elkaar schouder aan schouder hiervoor pal staan. En doe ik graag een oproep aan u om met mij het condoliancenregister, wat bij de gemeente Oldebroek is neergelegd, te tekenen. Daarvoor geef ik u graag de gelegenheid tot eind volgende week. Daarnaast heb ik ook een brief geschreven aan mijn collega van Parijs, om haar als gemeenschap van Oldebroek ook te laten blijken dat we achter hen staan en hen steunen en aan denken in deze moeilijke tijd, moeilijke dagen. Maar vooral ook steunen in de strijd voor de vrijheid en voor onderling respect.